Hey, welkom bij een nieuwe video. Als je aan woestijnen denkt, denk je waarschijnlijk aan hete plekken vol met zand. Volgens onderzoek zouden woestijnen vroeger allemaal zeeën zijn geweest. Het grootste deel van de aarde is bedekt met water. De resterende 29% van het oppervlak is landmassa. Naar schatting zou een derde hiervan de woestijnen vormen. Alhoewel hier niet veel mensen komen, zijn er toch vreemde dingen gevonden. Vandaag laat ik hier 10 zien. Vanaf een luxe Prada-winkel in het midden van de woestijn, tot aan de Riegat-structuur dat mogelijk de Florenstad Atlantis is. Ben jij nieuw op dit kanaal en hou je van top 5 en top 10 video's over allerlei soorten onderwerpen? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. Doe ook even een duimpje omhoog als je vindt dat ik leuke video's maak. Ben jij een gamer? Dan moet je zeker even abonneren en een kijkje nemen op mijn nieuwe kanaal. Hier upload ik top 10 lijstjes over alles wat met gaming te maken heeft. Nummer 10. De Mareman, ook wel Stewart's Giant genoemd, is een moderne geoglyf waarvan onduidelijk is wie deze gecreëerd heeft. In de enorme tekening zie je een man die een soort van stok vasthoudt. Dit soort werpstokken zou vroeger gebruikt worden om kleine zwermen vogels te verspreiden. Het werd ontdekt in 1998 zo'n 60 kilometer ten westen van de gemeente Maree in Zuid-Australië toen er met een vliegtuig overheen werd gevlogen. Het is een van de grootste geoglyphen in de wereld en zou een omtrek van 28 kilometer hebben en strekt zich uit over een gebied van 2,5 vierkante kilometer. De oorsprong, wie of wat dit heeft gemaakt, is nog steeds een mysterie. Niemand is ooit naar voren gekomen om te zeggen dat ze het hebben gemaakt, dus gaan er een hoop theorieën rond. Er wordt gezegd dat dit niet gecreëerd had kunnen worden zonder behulp van GPS-technologie. In juni 2018 onthulde een man met de naam Dick Smith dat hij de Mareman had onderzocht en zelfs een beloning van $5000 aanbood voor de informatie die leidde tot het identificeren van de makers. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd. Nummer 9. In mei 2012 was er een man met de naam Jacob Perka op expeditie toen hij opeens een P-40 Kitty Hawk gevechtsvliegtuig vond. Het verhaal zou als volgt zijn gegaan. De toen 24-jarige Dennis Kopping zou in juni 1942 gedwongen zijn te landen in de Sahara-woestijn. Het enige wat bekend is dat hij de koers verliet en niet arriveerde op de basis. Van de overblijfselen van het vliegtuig kan geconcludeerd worden dat het vrijwel intact is gebleven en het zou als schuilplaats zijn gebruikt. Ook ligt zijn parachute nog steeds op deze plek. De parachute zou mogelijk gebruikt kunnen zijn voor tegen de hitte van de zon. Na een tijdje zou de man waarschijnlijk toch de woestijn in zijn gelopen, waarop hij verdwaald zou zijn geraakt. Dit is echter nooit bevestigd. Rondom het vliegtuig zijn er verder nog meerdere dingen intact gebleven, zoals geweren en munitie. De Egyptische overheid besloot een deel van de P-40 Kitty Hawk in de woestijn achter te laten en de rest staat nu in een museum. Nummer 8. Deze enorme hand is te vinden in de Atacama-woestijn gelegen in Chili. Dit zou overigens een van de droogste woestijnen ter wereld zijn. Je zou misschien in eerste instantie niet denken dat deze foto's echt waren, maar dat zijn ze wel. De hand, beter bekend als Mano del Desierto, is een indrukwekkende 11 meter groot. Hoe komt deze hand hier, zou je afvragen? Het is een beeldhouwwerk gecreëerd in 1992 door een Chileense man met de naam Mario Irazabal en ligt op een hoogte van 1100 meter boven de zeespiegel. Het zou de menselijke kwetsbaarheid en hulpeloosheid benadrukken. Sinds de inhuldiging is het een enorme trekpleister voor toeristen geworden. Helaas is het beeldhouwwerk door mensen met graffiti bewerkt, waardoor het af en toe moet worden schoongemaakt. Het valt namelijk niet te bewaken, omdat het letterlijk 75 kilometer van de bewoonde wereld staat. Nummer 7. Prada is een van de duurste en populairste luxe merken die er is voor mannen en vrouwen zoals kleding, schoenen en accessoires. Dus als je opeens een Prada-winkel in de midden van een woestijn tegenkomt, zal je misschien denken dat je aan het hallucineren bent. Maar dat is niet zo. Er staat daadwerkelijk een Prada-winkel ten noordwesten van de stad Marfa in de Verenigde Staten. De Prada-winkel is geïnstalleerd op 1 oktober 2005 door de architecten Ronald Real en Virginia Sanfrantello. Het kostte $120.000, maar was bedoeld om nooit te worden gerepareerd. Binnenin de winkel hadden ze schoenen, sieraden en kleding neergezet. Maar natuurlijk, toen sommige mensen dit realiseerden, moesten ze inbreken en hadden ze de spullen gestolen. De winkel werd uiteindelijk gerepareerd met sterkere ramen en betere beveiliging om diefstal te voorkomen. Het is gelegen op 2,3 kilometer ten noordwesten van Valentine, Texas, vlakbij de US Highway 90, mocht je in de buurt zijn. Nummer 6. Een aantal mensen verveelden zich op een dag en vonden met behulp van Google Earth een enorm cirkelachtig ontwerp in de Egyptische woestijn.
Deze dubbele spiraalontwerp met de naam Desert Breath is gevestigd in de buurt van Hurghada aan de Rode Zeekust. Het heeft een ongelofelijke oppervlakte van 10 hectare. De vraag is, hoe is dit hier terechtgekomen? Volgens sommige mensen hebben buitenaardse wezens dit gecreëerd. En na wat onderzoek te hebben gedaan, heb ik gevonden dat dit inderdaad door aliens gemaakt is. Nee, grapje. Het is gecreëerd door 3 Griekse kunstenaars in 1997 en was bedoeld om de schaal van de woestijn weer te geven. In het midden van het kunstwerk stond ooit een poel met water van 30 meter diep dat sindsdien is verdampt. Het kunstwerk is onderhevig aan natuurlijke erosie en te zijner tijd zal het gebied terugkeren naar de oorspronkelijke woestijnvlakte. Als je deze plek wilt bekijken, dan kan je een kijkje nemen op Google Earth. Het is namelijk zichtbaar via satellietfoto's. Nummer 5. Het Titan Missile Museum, ook wel bekend als de Air Force Facility Missile Site 8, is een voormalige raketsite in de buurt van Soerta, Arizona in de Verenigde Staten. Deze plek werd voor het eerst gevonden door een man die door de woestijn liep en plotseling een metalen ding uit het zand zag steken. De autoriteiten realiseerden dat ze vergeten hadden om deze raket te verwijderen. In de silo is er een ondergronds complex aanwezig met 8 niveaus versterkt door betonnen muren van 2,4 meter dik. Het werd in 1994 uitgeroepen tot een Nationaal Historisch Monument en het museum wordt gerund door een non-profit foundation. Het bevat een inerte Titan II interconventionele ballistische raket in de silo uit de Koude Oorlog, evenals de originele lanceerfaciliteiten. Deze raket is toegankelijk voor het publiek en biedt een bijzondere ervaring als je het wil bezoeken. Het is ergens verborgen in de woestijn en voor de juiste prijs kan je zelfs de nacht doorbrengen hier. Ook worden er verschillende rondleidingen gegeven, waaronder een uitgebreide tour die maximaal 5 uur kan duren. Nummer 4. Wist je dat er ergens in de Mojave-woestijn in Zuid-Californië in de Verenigde Staten een verborgen zwembad ligt? Er is echter één probleem. Het zwembad is namelijk geheim en mensen die het vinden mogen niemand vertellen waar het ligt. Maar zodra je het hebt gevonden, mag je het zwembad gebruiken mits je een sleutel ervoor hebt gekregen. De sleutel moet dan binnen 24 uur weer aan het MHK-center terug worden gegeven. De locatie was bedoeld om geheim te blijven voor het grote publiek en zelfs op Google Maps is dit zwembad niet makkelijk te vinden. Het zwembad is geïnstalleerd door een Oostenrijkse kunstenaar met de naam Alfredo Borsuclia. Hij wilde een test doen om te zien hoe ver mensen zullen gaan om luxe te ervaren in het midden van de woestijn. Als je dit wilt doen, zorg wel dat je wat eten en drinken meeneemt. Het zwembad is namelijk het enige wat je zult zien naast de kilometers woestijn. Nummer 3. Volgens de legende heeft Atari in 1983 een enorme voorraad aan games begraven in de woestijn in Alamo Gordo, New Mexico. Het bedrijf was toentertijd verantwoordelijk voor 80% van de wereldwijde gaminginkomsten. Een aantal chauffeurs zouden hebben beweerd dat men niet verkochte cartridges dumpte omdat de Atari 2600 aan het einde van zijn leven was en vervangen werd door de Atari 5200. Door verschillende berichten in de krant is het gerucht ontstaan dat er meer dan 750.000 spellen gedumpt zijn in de woestijn. Waaronder Pac-Man, Centipede, Warlords en E.T. die gebaseerd was op de gelijknamige film. Hiervoor betaalde Atari miljoenen en door de tegenvallende verkoop moesten ze de spellen dumpen. In 2014 werd het broodje aap-verhaal dus werkelijkheid. De spelletjes werden teruggevonden door een onderzoeksteam en toen een stortplaats werd ontdekt, werden verschillende spellen die in perfecte staat waren uiteindelijk verkocht op eBay voor een winst van ongeveer $100.000. Nummer 2. Als je naar deze foto's kijkt, zou je in eerste instantie niet geloven dat dit echt is. Want hoezo zouden er blauwe, achtige meren zijn in het midden van een woestijn? Deze meren zijn kunstmatige vijvers met zeer grote oppervlakten die zijn ontworpen om water efficiënt te verdampen door zonlicht en blootstelling aan de omgevingstemperatuur. Deze blauwe oase is te vinden in de woestijn in de Amerikaanse staat Utah. De verschillende kleuren blauw kunnen worden verklaard door een variërende hoeveelheid verdamping, geholpen door een blauwe kunstmatige kleurstof in het midden van de woestijn. Je wilt echter geen duik nemen in deze wateren, want het water bevat zouten met kalium. Ook zouden er verschillende soorten algen in zitten waardoor je ziektes kan krijgen. Maar goed, de kans dat je sowieso al een woestijn bezoekt en zo'n meer vindt is natuurlijk erg klein. Maar het is zeker wel een uniek gezicht. Nummer 1. Het oog van de Sahara, ook wel de Rigat-structuur genoemd, is volgens wetenschappers een natuurfenomeen dat zich ongeveer 40 kilometer ten noordoosten van Ouedane in Marotani, Noordwest-Afrika bevindt. In eerste instantie werd er gedacht dat het om een meteorietinslag ging vanwege zijn cirkelvorm.
Maar dit was niet het geval. Sindsdien hebben wetenschappers geen enkel idee hoe dit ontstaan is. Een YouTuber met de naam Jimmy van Bright Insight suggereert dat dit Atlantis was geweest. En hij komt met een aantal goede aanwijzingen. Atlantis werd voor het eerst vermeld in Plato's dialogen. Door een catastrofe zou het rijk plotseling zijn verdwenen. In de video van Bright Insight vergelijkt Jimmy de aantekeningen van Plato met de Rigat-structuur die erg veel overeen lijken te komen. Plato zegt onder andere dat Atlantis zou bestaan uit centrische cirkels van water en land. 2 van land en 3 van water. Hetzelfde als de Rigat-structuur dus. Er zijn verder nog een hoop andere aanwijzingen waarom dit mogelijk Atlantis is geweest. Mocht je interesse hebben hierin, verwijs ik je naar Jimmy's video. Ben jij zelf al eens in de woestijn geweest? Laat het me weten in de reacties. Als je het een leuke video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.